Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren, voor de 24 augustus Derby Day prijs onder nummer 1 Capriati Transair Jaap van Rijn. De 2 Sammy J, Jeffrey Yunus, nummer 3 Cleopatra, Hugo Langeweg junior. De 4 Clark Beukenswijk, Rick Ebbingen, nummer 5 Naomi Di Quattro, Frans van der Blonk. De 6 Bluffmaster, Carolina Albers, nummer 7 QB Boldwin, Niels Jongejans. Paarden achter de auto. Sluit aan. 200 meter nog. Meter. 50 meter, 30 meter. Start gevallen. Paarden zijn gestart voor de laatste koers van vandaag. En het is aan de binnenzijde Sammy J die de leiding heeft genomen. En dichtst bij de reining laat zich wat terugzakken. Capriati Transair naar de tweede plaats. Aan de buitenzijde en op jacht naar de leidende positie Cleopatra. En bij het indraaien van de eerste bocht heeft Cleopatra de leiding genomen van Sammy J. Op 4 lengte erachter Capriati Transair. En die wordt op 2 lengte gevolgd door Clark Beukenswijk. Achter Clark Beukenswijk volgt dan Naomi Di Quattro. Met op anderhalve lengte daarachter Carolina Albers en haar Bluffmaster. En de rij wordt gesloten bij het ronden van de laatste bocht door QB Boldwin. Deelnemers in de rechte lijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de finish nog een volle ronde te gaan. En Cleopatra, Hugo Langeweg junior, hebben de leiding als ze langs de intersectie van de banen komen. Cleopatra, lengte voorsprong. Op de tweede plaats volgt daarachter dan Sammy J. En in derde stelling volgt Capriati Transair. Zo gaan we door de modderpoel de laatste ronde in. Achter Capriati Transair is het Clark Beukenswijk. Die wordt gevolgd door Naomi Di Quattro. Met daarachter Bluffmaster en aan de staart van het veld QB Boldwin. Paarden gaan de bocht in. In de Klingendaalbocht zijn ze nu. En het is nog altijd aan de kop Cleopatra. Cleopatra met een lengtevoorsprong, anderhalve lengtevoorsprong. Trainingsgenoot Capriati Transair gaat nu naar een tweede plaats. Passeert Sammy J. Vierde stelling Clark Beukenswijk. De vijfde plaats voor Naomi Di Quattro. We zijn al binnen de laatste 1000 meter van het sluitstuk van vandaag. Dan volgt Bluffmaster en QB Boldwin is nog altijd Taylor en Charlie. Halverwege de rechte lijn aan de overzijde met Cleopatra. Een halve lengtevoorsprong, want Capriati Transair die opent de aanval en ligt er nu naast. Daarachter dan Sammy J. Met verder weg dan Clark Beukenswijk. QB Boldwin die is nu ook naar voren gekomen. Dan Naomi Di Quattro en Bluffmaster weet zich in laatste positie. Laatste bocht is genaderd en draaien ze nu ook in. Onder aanvoering van Stal Langeweg. Met aan de binnenzijde Cleopatra. Capriati Transair in het tweede spoor. Halverwege de laatste bocht. En daarachter volgt op de derde plaats nu QB Boldwin. Vierde aan de binnenzijde is Clark Beukenswijk. En zo draaien we de laatste bocht uit. Ook Bluffmaster komt wijd rond de huizen naar voren. Met nog 350 meter te gaan in de laatste koers. En zo zijn we dan in de laatste 300 meter. En het is aan de kop Cleopatra. Op nu 2 lengte erachter Capriati Transair. En erachter aan de binnenzijde Clark Beukenswijk. En we gaan de laatste meters in. Het is nog altijd Cleopatra. Maar de rest komt wat dichterbij. In de vorm van Capriati Transair en Clark Beukenswijk. Cleopatra leidt op de tweede plaats. Clark Beukenswijk. Cleopatra, Clark Beukenswijk. Capriati Transair, daarachter Bluffmaster met QB Boldwin, Sammy J en Naomi Di Quattro.